eerste vraag kregen wij van niemand minder dan Ricky Heinze. En zij wil graag weten hoe betrouwbaar ons geheugen is nadat we getuigen zijn geweest van een overval. Ja, om daar antwoord op te krijgen moesten we natuurlijk eerst overvallen worden. En dat gebeurde toen we bezig waren met de opnames van een ander item en dus helemaal niks in de gaten hadden. Ik weet niet, maar wetenschappelijk gezien vind ik dit sowieso geen goed idee. Dat we in de regen staan. Ja. Oké! Maar wacht, wat gaan we vertellen? Spier. Hier, kom op man, hier, pak het! Hele lekker, vreten, wat kan ik balen, man! Lekker, hé! Spierlappen! Hier, hier! Ben je thuis, man? Maar, deze zag ik totaal niet aankomen. Wij hebben hier die topacteur vandaan. Ja. Nou, heb jij nog onthouden hoe die eruit ziet? Oh, jammer. Wat hem helemaal de tyfus in moeten slaan. Ja, dan gaan we weer naar binnen. Laat die tekenaar maar komen. Lelijke vent met een muts. Dag Annette. Hallo. Wat is je overkomen? Nou, Dennis en ik zijn op het nippertje ontsnapt aan de dood. Door een dwaas met een worst. Ja? Een worst in een plastic zakje. De persoon die ons dat heeft aangedaan, die willen we graag terugvinden. Dat is een hele agressieve man. Dus vandaar dat we een compositietekening willen laten maken. Kun je omschrijven hoe de dader eruit zag? Als ik het hoofd of het gezicht een beetje zou moeten vergelijken met een tekenfilm... Ja? Dan zou ik wel echt meteen aan een vis denken. Oh ja. De vraag is natuurlijk hoe betrouwbaar is een compositietekening? Ja, dat hangt er vanaf hoe het slachtoffer het beschrijft. Een rond hoofd. Ja. En een vrij rode huid. Hij had een zwart mutsje op. Ja. Daarop was heel groot in het midden het yin-yang teken te zien. Een soort blaadje. Ja. Wit. Ja. Met zo'n rand die omgeslagen is. Exact. Want ik zie hem bijvoorbeeld echt haarscherp voor me. Maar als u vraagt wat voor neus heeft hij, dan denk ik meteen ja. Ja, hij had een neus. Ja, wat voor neus heeft hij eigenlijk? Ja, dat is ook moeilijk. Maar ja, als niet echt ietsje opviel, dan maak ik ook geen opvallend iets. Stel nou, je maakt een tekening en de dader wordt aan de hand van die tekening gevonden. Krijg jij dat dan ook nog te horen? Ja. Wat is het percentage ongeveer? Ja, dat zit toch wel rond de helft van de keren. Echt waar? Ik denk dat hij 1,75 was. Hij had vrij grote ogen. Mm-hmm. Smalle neus. Ja. Zeg maar een soort ronde alcoholistenneus zonder blauwe kleur. Ja. En zijn oren, weet je daar iets van? Nee, omdat ik denk dat die muts daar zo half over zat. Oh ja. Dus nee, hij had een beige shirt en dan een vest wat open hing. Ja. En dat was blauw. Hij had een paarse jas aan. Ja. En dat was een beetje zo'n lelijk skijack uit de jaren 80. Ja. Was die voor jou een Engelsman met een bolhoedje? Nou, had hij voor jou aids of zo? Nou, aids? Wat is er met hem aan de hand? Denk jij echt dat hij er zo uitziet? Als ik ze nu naast elkaar zie, denk ik zonder twijfel die. Nou, ik zit niet helemaal goed met die, dat weet ik ook wel. Ja, ik zit ook niet helemaal goed met die. Maar ik denk echt dat die meer in de buurt komt dan deze, hoor. Weet jij dit zeker? 100, 200%. Ja? Ja, man, dat weet ik 200%. Maar die van jou is wel geschrokken. Ja, omdat ik vond dat hij hele grote ogen had zo. Wat wel overeenkomt is dat kleine, samengedrukte hoofd. Ja. Jij weet dat logo zeker, hè? Ja, 100%. Ja, ik weet 200% zeker dat hij een blauw vest aan had. Wat wel heel erg opvalt, wat jullie zo verschillend hebben, is met name de neus. Bij de ene was het echt een dikke, bolle neus, alsof iemand aan alcohol was. De andere was lang, smal. En wat opvalt is natuurlijk het logo dat heel verschillend is. Maar ja, een volgende keer heeft iemand helemaal die wollen muts niet meer op. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar ja, welke van deze twee tekeningen het beste lijkt, daar komen we op maar één manier achter. En het is in een classic line-up. Ja, u begrijpt, we zijn heel erg geschrokken van die overval. Maar we hebben er nog wat van kunnen maken. Dit is het resultaat van ons getuigenverslag. En om erachter te komen welke tekening het meest treffend is, hebben we een test gedaan met het publiek dat vorige week in de studio zat. Ja, zij hadden niet zoals jullie de overval gezien en zij gingen er dus helemaal blanco in. We gaan het publiek in tweeën splitsen en die kant krijgt alleen mijn tekening te zien. Dat is deze. Bewijsstuk Zeno. Precies.
En Dennis laat aan jullie alleen zijn tekening zien. Bewijsstuk Storm. Dus jullie krijgen nu op dit moment allemaal mijn tekening van de bunnies. En daar krijgen jullie de tekening van Dennis. En dan moeten jullie dadelijk proberen de dader tussen 5 verdachten te vinden. Dus laten we allereerst de 5 verdachten erbij halen. Ik vind het toch al mooi dat we een crimineel ertussen hebben staan. Ja. En ook iemand met Hello Kitty op zijn arm. Echt? Ja, nummer 3. Oh, dat vind ik sowieso leuk. Weet jij het al, nu jij zo naar de mannen kijkt? Nou, ze hebben het ons wel moeilijk gemaakt. En er zijn er 2 waar ik tussen twijfel. Nee, ik weet het al, denk ik. Maar goed, het is niet aan ons. Lief publiek, kijk goed naar de tekening en probeer dan de man die wij getekend hebben hier terug te vinden. Wie denkt dat dader 1 ons heeft aangevallen? Er gaat hier 1 hand omhoog. En heel twijfelachtig ook. Ook heel twijfelachtig. Ja? Oké, okay, wie denkt dat de tweede persoon in de verdachte lijn de dader is? Oh, dat zijn er al meer. 1, 2, 3. Klaar? Ja, alles genoteerd. Ja. Wie denkt er dat dader 3 de schuldig is? Dat zijn er aan deze kant niet veel. Oké, okay, handen in de lucht als je denkt dat verdachte nummer 4 de dader is. Zo! Wie denkt dat nummer 5 de schuldig is? Ik denk dat de bunnies klaar zijn met tellen. Ja? Tijd om de scores erbij te gaan halen. Dankjewel. Ik heb hier de scores Dankjewel. Van mijn kant. Als het goed is, heb jij die van jou. Nummer 1 en 3 aan mijn kant hebben slechts 2 stemmen. Nummer 5, 0. En verreweg, het opvallendste op dit kaartje is dat ik 79, ik noem het maar even, stemmen voor verdachte nummer 4 heb. Ik heb hier op mijn scorelijst staan 8 stemmen voor meneer nummer 1. Dan heb ik 34 stemmen voor wellicht dader 2. Voor nummer 3, 20 stemmen. Voor nummer 4, 31. En voor 5, 0. Met andere woorden, in mijn rijtje scoort nummer 2 het hoogste. Wij waren erbij. Wie is volgens jou de dader? Nou, ik denk dat ik heel erg trots op mijn vak kan zijn. Ja, ik twijfel nu dus. Als ik niet naar mijn publiek zou luisteren, tussen zou ik zeggen nummer 5. 2. Maar ik twijfel nu dus tussen 2 en 4. We kunnen er maar op 1 manier achterkomen. Wil de dader een stapje naar voren doen? Oh, spanning. Vertel, met wie hebben wij het genoegen? Met Sebo. Ik heet Sebo Bakker. Jij bent dus de dader. Het gaat om de tekening. Laten we ze er even naast houden. Ja. Nou. Ja. Welke van de 2 vind jij zelf het beste lijken? Moet ik wel even... Heerlijk. Ja, ik vind deze toch... Deze. Ja. Ja, is dat goed? Ja, ik deze, vind het fantastisch. Ja, dat, mooie grote ogen. En, ja. 34 mensen, hè, dat goed. Ja. Dus deze kant. Maar nou wil ik je iets opvallends laten zien. Oké. Okay. Want deze man, die heb ik dus nog nooit gezien. Maar moet je dit even kijken? Ja. Ja. Stel, hij loopt gewoon willekeurig over een straatje ergens. En iemand heeft de tekening gezien. Dan ben je de lul. Helemaal met dat bedreigende shirt. Ja. Wat voor teken stond er op jouw muts? Ja, een yin en yang teken, ja. En wat voor kleur jas had je aan? Goh, dan ga je mij vragen stellen. Zeg maar blauw. Ja, paars. Ja, nee, dat was een paars, Jackie. Nou, cool. Dan kunnen we toch nog positief en leuk afsluiten. Heel mooi. Ja, hartstikke bedankt. En even voor de duidelijkheid, hij is onschuldig, hè mensen? Hij heeft geen vlieg kwaad gedaan. En heeft een compositietekening zin? Nou ja, blijkbaar wel. Als jij hem dan laat tekenen, tenminste. Ja, precies.